wreven uiteraard op de tribune. Hij is geschorst, dat is hij ook volgende week als NAC thuis speelt tegen VVV. En dus is Rob Penders, normaal gesproken de assistenttrainer, vandaag hoofdverantwoordelijk op de bank bij NAC. Oh, lekker schot zeg! Goeie genade, we zijn nog maar net begonnen en hij zit er al in. Younes Mokhtar en Pek Zwolle gaat gewoon door. Daar waar het in 2017 in thuiswedstrijden mee ophield, namelijk lekker voetballen en doelpunten maken. Wat een start. Zesde doelpunt van het seizoen voor Mokhtar. De afstand is flink. Kan de keeper hier niet wat meer doen? Vraag je je af, die Australiër onder de lat bij NAC, Birigiri. Hij komt er niet bij. Het is ook een machtige uithaal van Mokhtar. En Pek neemt heel vroeg de leiding. Dat is flink balen voor Vreven en voor NAC. Volgende afstandsschot. Ja, Birigiti wordt op de proef gesteld. Nu door Saimak. En wat ook wel terecht is, is dat de keeper nu tegen zijn ploeggenoten zegt: zouden jullie niet iets beter je best kunnen doen om te voorkomen dat al die ballen maar op mijn doel afvliegen? Oh, Birigiti laat de bal weer los. En dan is hier de mogelijkheid. Geen makkelijke bal natuurlijk voor Ondaan. Maar wat is er met de keeper van NAC aan de hand? Angelinho, Vloed wil graag, het is buitenspel, bijna een eigen goal hier van Sandler. Het is niet zo dat Pek Zwolle kans op kans creëert, maar als je naar het spelbeeld kijkt, zie je toch dat Pek veel beter is dan NAC. Van Polen, Ondaan, bijna met de kans. Sandler, scheidsrechter loopt in de weg, dat zit NAC dan even mee. Alleen Nijholt laat de bal van zijn schoen springen. Dus kan Pek Zwolle in de aanval en Ondaan heeft deze knal. Kiezelhard geschoten door Terrel Ondaan. Scheelt heel weinig. Korte, Manu Garcia. Dat is goed gespeeld door NAC. Manu Garcia, Ambroos. Heeft de controle over de bal niet, omdat hij niet lekker aan kan nemen. Angelinho langs Namli. En wordt daar een overtreding gemaakt. De scheidsrechter vindt van niet. Ambroos ging naar de grond. Ineens zijn er mogelijkheden voor NAC. Lijkt wel wat contact tussen Sandler en Ambroos. Uiteraard zal Vreven zeggen ja, overtreding. Angelinho. Zo. Geweldig controle ineens bij Angelinho in duel met Ondaan. Dat hij kan voetballen weten we. Manu Garcia, Ambroos gaat de kans krijgen op 1-1 en dan laat hij de kans liggen. Niet buitenspel, Ambroos op het randje. Een zwakke inzet uiteindelijk. En daar is nog altijd overleg tussen de assistenttrainer Jefta Bresser en de geschorste Stijn Vreven. Volgens de reglementen mag dat helemaal niet, volgens mij. Vloed, Korte, Ambroos is voor het doel. En dat is een schot tussen de palen van El Alucci. Marcellus. Ze lopen elkaar hier gewoon in de weg met NAC. Saimak gaat neer, penalty. Nee, er is gevlacht en gefloten voor buitenspel. Nog maar eens kijken. De keeper is in ieder geval hier helemaal daarvoor. Dan is het inderdaad buitenspel. Feit blijft natuurlijk wel dat Meijers en Birigiti niet begrijpen wat ze hier van elkaar willen. Prima verdedigd door Sandler. Dit is een mooie paas trouwens. Van Thomas. Mokhtar. Mokhtar. Dat had zijn tweede kunnen zijn. Angelinho. El Alucci.
zoekt de verre hoek. En ook dat scheelt niet veel. Veel afstandsschoten vanavond. Maar nog altijd maar eentje raak. Dit mag Nijholt niet gebeuren. De bal daar verspelen, dat is heel gevaarlijk. Mokhtar. Want dan is Peck snel weg. En heeft het de kwaliteit om het af te maken. Namli, Angelino grijpt goed in, zeg. Fout van Nijholt. Maar gelukkig voor NAC kan Angelino dat repareren. NAC zit nog altijd in de wedstrijd. Heeft al kansen gehad op de gelijkmaker. En is natuurlijk ook al een paar keer ontsnapt aan 2-0. Dus blijft het spannend. En hier is Marie, die kan de bal goed verlengen. Onda van Polen. Aan de andere kant Ezi Bouevrij. 10 spelers van NAC achter de bal. Ezi Boué kan de voorzet gaan geven. Ondaan! Lekkere voorzet van Kingsley Ezi Boué. En de frustratie bij Onda spat er vanaf. Omdat hij de bal niet binnenschiet. Fernandes. Combinatie met Manu Garcia. Ambrose de hoek in. Goed gedaan door Ambrose. Hier is Mets. Goeie aanval. Angelino. En dan de redding van Boer. Daar was NAC weer. Ook Rai Vloed voor het doel. Ik denk dat Angelino zelf probeert om het doelpunt te maken. Zo is het. Mets. Angelino. Goede bal van Mets trouwens. Angelino. Nu de kans. Redding Boer. Daar was hij nog de mogelijkheid om te gelijk maken. Voor Paulo Fernandes. Prima aanval ook van NAC. En Sandler gezamenlijk gered met doelman Boer. Een benauwde overwinning uiteindelijk. Voor de ploeg van John van het Schip. Maar 2018 begint voor Pek Zwolle wel met een overwinning op NAC. De 10e overwinning van het seizoen. Dankzij die hele vroege goal van Mokhtar.